jongens en meisjes, van harte welkom bij het winterconcert van het Blazersensemble uit Heergewaard, het enige echte harmonieorkest in Heergewaard. Hartelijk welkom. Wij hebben een ontzettend leuk programma voor u vanmiddag, dat vinden wij zelf in ieder geval. En we krijgen geweldige ondersteuning van onze gasten. Als eerste Paula Leek op zang. Ja hoor, komt u maar even. En daarnaast dansschool Got The Move, die heel wat leuke moves voor u vanmiddag in petto hebben, heb ik al gezien. Mijn naam is Harold Beers. Ja, applaus. Mijn naam is Harold Beers, ik ben uw gast hier vanmiddag. En ik wil u meteen maar naar het eerste nummer leiden. We gaan beginnen met Valerie. Dat is een nummer van Amy Winehouse. Ik denk dat, dat iedereen dat wel kent. Het is in een arrangement van Peter Kleine Schaars. En het wordt gebracht door het Blaasensemble. Dames en heren, graag uw hartelijk applaus voor het Blaasensemble onder leiding van muzikale alleskunner en topdirigent Stefan Snip. Goedemiddag, blij dat u met zoveel getallen gekomen zijn. Ik kan jullie helemaal niet zien, maar ik neem aan dat er mensen zitten. Ja, ja, aha! Oh, kijk, zien jullie het nou ook? Ze zitten er hoor. Ja, mooi zo. Ik ga het volgende liedje even voor u aankondigen. En het is niet zomaar een liedje, het is echt een werk. Dat heet The Lord of the Rings.
is gecomponeerd door een Nederlandse componist, Johan de Meij. Even voor de duidelijkheid, het is niet de filmmuziek van The Lord of the Rings, maar dit stuk is al geschreven in 1984, is hij eraan begonnen. En in 1988 was het klaar. Het is zijn eerste symfonie. Het bestaat uit 5 delen, met bijvoorbeeld Gandalf en de Hobbits en Journey in the Dark. We gaan nu geen symfonie spelen van 40 minuten, wees maar niet bang. Maar Paul Lavender, dat is een Amerikaanse arrangeur, en die heeft het hele gebeuren gepropt in 10 minuten. Dus u gaat luisteren naar The Lord of the Rings van Johan de Meij.
Dat staat erop. Dames en heren, vanmiddag hebben we echte kampioenen in ons midden. We gaan namelijk zo direct kijken naar de Gotta Move Young Stars. En dat zijn de Young Stars van de gelijknamige dansschool Gotta Move. De groep is vorig jaar Nederlands kampioen geworden bij de junioren. En vorige maand nog zijn ze Nederlands kampioen street dance geworden in de categorie Youth. Dat is de categorie tussen 17 en 19 jaar. Een hele knappe prestatie, zeker als je bedenkt dat de gemiddelde leeftijd in de groep nog maar 16 jaar is. Dus ik vind dat wel een prestatie. De Gotta Move Young Stars worden getraind door Mirjam Kerkhoven en Larissa Hoogland. Dames en heren, verwelkomt u ze met een hartelijk applaus. I mean, like,